Toen ik startte als ondernemer had ik last van een stuk onzekerheid, omdat ik niet zoveel kennis en ervaring had. En wat ik in de praktijk zie en ook wat ik bij mezelf merkte, is dat als je groot wil worden en je hebt ook echt die ambitie, dan wil je vaak grote stappen zetten. Maar dat werkt niet, omdat als je een te grote stap wil zetten, dan is de kans dat je gaat bevriezen heel erg groot en dan komt er niks uit je handen. Dus zorg ervoor dat je kleine stapjes gaat zetten. Zo heb ik dat ook gedaan. Ik ben gestart als virtueel assistent, oftewel online professional. Ik ben doorgegroeid als online business manager en daarna ben ik coach en trainer geworden. En elke keer probeerde ik dus een stapje buiten mijn comfortzone te zetten. Dus ook al begin je net, ook al sta je op het punt om door te groeien, last hebben van een stuk onzekerheid hoort erbij en dat blijft. En dat is niet erg, maar het gaat er maar net om hoe ga je daarmee om. Dus zorg ervoor dat je elke keer een stapje zet. Maak het niet te groot, want dan kom je ook echt vooruit.